Hi guys, I'm Danielle. So I'm Ren. I'm the papa. Hi guys, and welcome. You stove. I'm the grandma. Don't forget to like, subscribe, turn on your notifications. Otherwise, the government will listen to your every move and watch your every sentence. Hey, goeie avond, zo'n beetje denk ik. Goedemiddag, eind van de middag, avond. Ik heb een tijdje even niks opgenomen, ik had even geen zin meer erin eigenlijk, want die meiden doen het veel beter dan ik. Maar oké, ik vind het nou weer leuk, denk ik. Hey, weet je wat ik ga maken vandaag? We hebben zelf pasta gemaakt. Kun je hier op dat linkje kun je dat terugvinden. Ik denk van de linkerkantje. Dat is keto. Dat is van, dus dit is keto. Dit is onze eigen pasta. Die hebben we zelf gemaakt. Natuurlijk van een kokosdeeg met tarwegluten. En die kun je dus hier kun je het receptje wel ergens terugvinden. Maar vandaag ga ik maken pasta. De eigen saus ga ik ook maken. Daar heb ik voor. Ik denk dat ik een halve kilo rundegehakt ga gebruiken. Ik draai balletjes en die balletjes die laat ik garen in de tomatensaus. Nou, de tomatensaus maak ik ook zelf. Daar heb ik twee blikjes gepelde tomatenstukjes voor. Ik heb ongeveer 250 gram gemengde groente heb ik uit de vriezer gehaald. Die gaat ook bij de saus in. En het gehakt, daar doet die even wat kaas voor raspen. Ja, raspen. Ja, niet rapsen. Raspen. Ongeveer 150 gram, denk maar, daar kun je naar eigen smaak een beetje doen. En natuurlijk doorgehakt, ook je peper en je zout en wat, hoe jij het lekker vindt, je balletjes. Ik doe er wat chili cayennepeper erin, wat peper, wat zout, een uitje snipper ik heel fijn. En de geraspte kaas, die gaat dus ook door de balletjes heen. Ik maak de balletjes ongeveer zo groot als, zoals vroeger had je die knikkers, die bonken. Zo, nou ja, goed, je ziet het vanzelf wel. Kleine gehaktballetjes. En die gaar ik eventjes aan in de pan, dus dat ze rondom iets gebruind zijn. En dan laat ik ze langzaam garen in de saus. En ik laat je zo wel zien wat ik allemaal in de balletjes draai. Dus ik ga nu eerst het gehakt klaarmaken. Ik ga eerst middelgroot uitje ga ik even snipperen. Ik snipper hem heel fijn. En dan gebruik ik ook nog één eitje, ook door de gehakt heen, om hem te mengen. Dus ik ga deze nu eerst even snipperen heel fijn. Nou, ik doe dit heel voorzichtig. Die ui is rot ook, denk ik. Dan stinkt die ui. Oh, dat komt van buiten af, man. Dat is helemaal dat uitje niet. Nou, ik doe het een beetje voorzichtig nu, want ik snipper hem echt heel erg fijn. Dus dat er hele kleine stukjes in die gehaktballetjes zitten. Als je grote stukken erin hebt zitten, ja, dan vallen die ballen eigenlijk zo wat uit elkaar. Dus zoals je ziet snipper ik het echt heel fijntjes. En ik zeg al, ik gebruik een halve kilo gehakt. Ik gebruik half om half. Maar ja, als je liever een runde gehakt hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Als je het nog gekker doet dan wil, dan maak je je eigen gehakt. Zulke mensen heb je ook. Vind ik ook mooi, je hebt dan zo'n hakmachientje, zeg maar. En die maken dan hun eigen gehakt. Van biefstukjes of wat dan ook. En dat ja, kan. Wij deden het ook wel eens gehakt. Gewoon als het of gehakt, rullen, dan doen we in plaats van gehakt. Dan halen we van die worsten. Zo sausjes en die knijpen we uit, zeg maar, en dan rullen we dat. Vinden we ook lekker. Nou, dit gaat in een bol. Zo, ik heb een klein stukje over. Het gaat er ook nog mee zo meteen. Alhoewel, ik denk dat dit wel genoeg is. Ja, dit is wel genoeg. Nee, toch niet. Ik doe het toch weer in zonder van het uitje. Nou, de kaas heeft die geras. Wie gaat er nou in? Dus hier zit dat uitje in gesnipperd en de geraspte kaas. Nou, daar doen wij wat zwarte peper bij. En dat, ik kan wel gaan zeggen, joh, een half theelepeltje dit en een half theelepeltje dat. Maar ik doe het op een half kilo gehakt. Wat oregano gaat erbij in. En doe dat gewoon lekker op smaak, hoe je het zelf het lekkerste vindt. Joh. Want wij houden best wel van pittig. Dus ja, bij ons zit er ook wel wat... Deze is nog niet eens open.
Bij ons zit er wel wat cayennepeper in ook. Terwijl een ander juist dat weer niet lekker vindt omdat het te pittig is. Dus doe dat er gewoon even lekker op smaak. Zelf. Een beetje oregano. Nou, ik schat ook ongeveer een theelepeltje. Nou, de cayennepeper. En dan gaat er wat zout bij nog. En dan een eitje en het gehakt. En dan ga ik dat dus even mengen. Snufje Himalaya zout. Nou, ik denk dat het ook wel eens een beetje een theelepeltje zijn. Zo. Dan zet ik het nog niet terug. Want even kijken. Nou, dan gaat er een eitje bij in. Eén eitje. Zo. Nou, en dan een half kilootje gehakt. Half om half. En dan ga ik dat dus even lekker door elkaar heen kneden. En dan kan ik zo met de saus gaan beginnen. Dan kan ik deze aanbraden en dan kunnen ze in de saus. Ik doe dit eerst, omdat moet die gehaktballetjes namelijk iets aanbraden. Kijk, doe ik die pasta al koken. Dit gaat wat sneller. Dit is geen 8 minuten, deze pasta van ons ei. Kijk, een mooi vormpje. Hebben we vorige week gemaakt zelf. Leuk, hè? Maar daar heb je geen 8 minuten voor nodig. Dus als ik die pasta nou al zou koken, dan staat dat daar heel klef te worden, vind ik altijd. Als je pasta kookt en je moet daarna nog je saus gaan maken. Nee, ik heb liever dat het zo'n beetje tegelijk klaar is. Timing. Dan doe ik toch de zekerheid nog even een keer mijn handen wassen. En dan kan ik mijn ring afdoen. En dan ga ik even kneden. En dan ga ik de balletjes rollen. Zo. Zo, nou die zijn wel goed gemengd. Maak er even een grote bol van. Lekker hoor, die kaas. Die smelt dan lekker in die balletjes. Lekker man. Nou, dan kan ik balletjes gaan draaien nu. Dan ga ik dat eerst doen. Dan zien jullie me zo terug. Oké, nou de balletjes zijn gedraaid zoals je ziet. Ik heb nu even wat kokosolie. Dat ben ik even iets aan het warm maken. Dan in deze pan ga ik ook de saus maken. Maar ik doe nu eerst de balletjes even rondom even bruin aanbakken. En dan doe ik ze weer terug in de bol en dan ga ik de saus maken. En zo gauw als die saus dan bezig is, dan leg ik die balletjes erin om zachtjes in die saus om in die saus gaar te koken, zeg maar. Of koken, gaar te worden. Lekker. Dus dat ben ik nou even aan het doen. Ik heb de bol weer gewassen. Nu ben ik denk ik goed, is het allemaal verkiezen. Gaat in. Nee, lekker schoon. Zo, en dan ga ik hier mijn saus in maken. Ik zet het vuur heel even uit. Het is natuurlijk zonde om dit schoon te maken. Er zit heel veel smaak in, die uien, en dus dat gaat lekker tot de saus heen. Oh, lekker, lekker. Ja, dat is heerlijk. Nee, dat gaan we echt niet weggooien. Nou, ik gooi alvast met 2 blikjes tomaten gewoon erin. Daar hoef ik niks voor te doen natuurlijk, dat kan er gelijk in. Dit ga ik dan kruiden natuurlijk. Een beetje water mag er ook in. Dan haal ik alles uit die 2 blikjes. Zo. Nou, dan begin ik met wat zout en wat peper. En cayenne ook. Daar gooi je hetzelfde weer in als bij de verpakking dan in de... Als wat er in de balletjes zit. Een aardig snufje zout. Zo. Gooi er aardig wat oregano in. Ik denk wel een eetlepel. In totaal. Zo. Ik gooi altijd, dat vinden wij heel lekker door de saus. Dus er kan aardig wat van in.
Je kan beter iedere keer iets erbij gooien dan dat je er een keer heel veel ingooit en je kan het er niet meer uithalen. Dus ik begin eerst eens nu met dit allemaal een beetje door elkaar heen te roeren en op smaak te brengen. Lekker joh. Nou, er gaat ook nog knoflook erin natuurlijk. Of natuurlijk, ik weet niet of dat natuurlijk is, maar voor ons is dat heel natuurlijk. Nou, en als dan de balletjes hierin kunnen, dat wij vinden dat de saus goed is, op smaak, dan zet ik met dat ik de balletjes hierin doe, ga ik dan ook de pasta koken. Ik denk dat die pasta, die zelf onze keto pasta, ik denk dat die ongeveer 5 minuten nodig heeft. Dus een beetje timen. Nou, dan zien we je zo weer terug. Of niet? Ik zie je helemaal niet terug trouwens. Nou, ik heb er ook nog wat knoflookpoeder in gegooid en een theelepeltje thyme. Dan zeg ik, dit is puur op smaak. En ja, dat we het... die uien en zo, wat van dat we de balletjes gehakt aan het braaien waren, dat hebben we er lekker in gelaten. En dat proef je nou heel erg lekker terug. Kijk, die bodem daar is gewoon vanaf. Dus er is niks verbrand of dat er raar spul erin zit. Maar dan geeft het een hele lekkere, rokerige smaak. Het heeft echt een mooie, volle smaak. Nou, dit begint er al iets op te lijken. En dan gaat er zometeen nog een klein beetje groente bij in. Gemengde groente. Maar we doen het niet, we maken er niet een hele grote dikke groentesaus van. Een klein beetje, dat is oké, maar het moet voornamelijk een tomatensaus zijn. Als je heel dik maakt, dan ja, ik weet het niet. Ik vind het zo lekkerder. Maar dat is persoonlijk. Zo. Nou, dan zien jullie ons zo weer terug. Nou, de hakballetjes gaan er weer in. Vuur is vrij hoog. Ik denk dat ik hem direct op een ander pitje zet. Een beetje een lager vuurtje. Ik vind het vrij hoog. Mag wel zachtjes pruttelen. Oeh, kijk al die sap is onderin. Lekker, lekker. Ja, dit wordt lekker, mensen. Ik denk dat mijn vrouw dit niet lust. Jawel hoor. Natuurlijk ook erbij in die saus. Dat sap, lekker lekker. Zo, nou het water, ik heb de waterkoker aangezet zodat het water wat sneller kookt. En dan op het gas natuurlijk. En dan de pasta erin. Oké, ik gooi wat zout in het water voor de pasta en een klein beetje olie, kokosolie, zodat het niet plakt. Zo. Ah, zo. Een klein beetje olie. Zo. En dan was het. Nou, het is een vier persoons gerecht en per persoon heb je 55 gram pasta. Dus in het totaal 220 gram pasta gebruiken voor vier personen. Dus 55 gram per persoon. En voilà. Nou, ik ga het water koken, dus lagaai hem. Ik denk 4-5 minuten. Hou het even in de gaten. Dat weet ik namelijk niet precies. Normaal koop je pas en dan staat het erop 8 minuten en dan afgieten. Maar dit is zelf gemaakt, dus ik weet het niet precies. Maar ik schat 4-5 minuten. Dus, en dan kunnen we eten daarna. Tot zo! Voilà. Zo.
Oké. Nou, dan gaan we proeven. Nou, het is tijd om te proeven. En ik geef de eer deze keer aan mijn ega. Nu ben ik koning, geef ze. Kom maar. Nou, het ziet wel lekker uit. Is dat eerst de pasta? Al dente. Al dente? Oh, dat saus is echt lekker. Is dat saus echt lekker? Nou, een gehaktbal. Ja, echt Italiaans? Nou, dat was het dus. Goedgekeurd. Mag je kacheltje je geluk brengen? En anders maar een bonnetje voor de pizzeria. Dan kun je het daar gaan halen, maar het is vast niet zo lekker als bij ons. Hey, tot de volgende keer. En heel smakelijk, doei. Love you. En hou van elkaar. Doeg. Oh, en vergeet niet om te aanmelden. Tik op de belletje. Ja, en let op je eigen koolhydraatjes vooral. En like en comment. Heel smakelijk. Oh, dankjewel. Doei. Okay, guys, don't forget to comment down below. Guys? Guys? Guys?